Dat is heel klassiek, een stukje worst van de slager. Ja, nou en of. Zo is het begonnen. Kijk eens, alsjeblieft. Goedemorgen, Ab de Visser. Mooi. Ja. Hoe lang ben jij wakker? Oh, vanaf een uur of zes. Ja, ja. Dat is bijna middag voor mij nou, hoor. Ja, want de winkel gaat, hoe laat gaat die open? Zaterdag om 8 uur. Ja, dus dan... En woon je zelf in Middelburg? Ja, midden in de stad. Al je hele leven? Ja, nou, geboren in Den Haag. Oké. Okay. En als 8 jaar met mijn ouders naar Middelburg gekomen. Oké. Okay. Toen mijn vader slagerij in Middelburg-Zuid begon. In Welsingen, het winkelcentrum? Ja, eerst nog 2 jaar in een noodwinkeltje en daarna in Welsingen. Jullie waren eigenlijk vanaf, ja, zodra de wijken hier stonden, is jouw familie eigenlijk betrokken geweest bij... Ja, ik geloof dat er 200 huizen stonden. Toen mijn vader als oud Middelburger, dat wel, terugkwam uit Den Haag naar Middelburg. En ja, de nieuwe wijk werd gebouwd. En hij zag de mogelijkheid om een slagerij daar te beginnen. Ja. Terug naar Middelburg voor hem. En dat is nooit veranderd van, jij bent in zijn voetsporen ook getreden, wist je dat al jong dat je dat ging doen? Of? Nou nee, was 12 jaar en vroeg ik aan mijn vader om zakgeld. Hij zei, dat is goed, zaterdagmorgen om 8 uur in de winkel. Ja precies, ja, en helpen. Ik ben nooit meer weggegaan. Nee, en dat betekent dan ook wel dat je het vak ook altijd wel leuk hebt gevonden. Want, ja, ik ben er eigenlijk zo wel ingerold natuurlijk, zo maakte ik de kennis mee. Maar ja, als 15 jaar en dan is laatst vak wel aan. En, ja, nooit gespijt van gehad. Dan zou het me niet verbazen als jij een van de langst gevestigde of oudste slagers nog bent in de stad. Want er zijn er in de binnenstad heel veel verdwenen. Maar echt, en er zijn natuurlijk, er is nog een slager in de Veerspoort, weet ik. En op Damplein. Op Damplein uiteraard, ja. Maar dat is eigenlijk de enige nog in de binnenstad. We zijn met z'n drieën. Is dat het? Ja, is dat het totaal? Dat is het. Toen ik ruim 30 jaar geleden voor mezelf begon, toen waren er nog 11 in Middelburg. Ja, kan je nagaan, hè? In de buitenwijken en in het centrum. En ja, nog 3. En is dat nou het simpele verhaal dat de supermarkten dat hebben overgenomen? Of hoe moet je dat nou eigenlijk... Ja, wel een deel natuurlijk. Want toen mijn vader in Zuid begon, toen verkochten de supermarkten nog helemaal geen vlees. Nee. Die zijn dat gaan verkopen, dus die hebben wel kilo's weggehaald bij de slagers. Maar de slagers die nog over zijn, die denk ik dat het heel goed doen, want die zijn toch wat specialistischer als de supermarkt. Ja. En ja, die hebben een goede boterham denk ik. Ja, ja, het is nog steeds, maar ja, het is hier, er is altijd wel volk binnen, dus de mensen weten jou nog steeds goed te vinden. Ja hoor, ik mag echt niet klagen. En zijn het vooral mensen uit de wijk Douwendaal of is dat eigenlijk van overal en nergens? Wat je zegt, overal en nergens. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd te peilen, maar ik kom iedere keer weer tot verrassingen. Een poosje terug sloot er een slager in Vlissingen en wij hadden daar klanten van. Ja, schiet mij maar lek, ik weet het niet. Maar dan weten ze je toch te vinden. Ze zijn natuurlijk van harte welkom. En betrek jij dan het vlees ook hier in de omgeving? Of? Deels. Ik heb kals- en lamsvlees van een boerderij in Meliskerken. Okay. Dus hoe dichtbij wil het hebben. Ja. Varkensvlees komt net over de grens in België. Maar we hebben ook rundvlees uit Australië. Ja, ja. Ja. En waarom? Ja, omdat het zo verschrikkelijk lekker is. Oh ja, is dat zo? Ja, ja, dat is echt gruwelijk. Van de andere kant van de wereld. Ja. Ja, dat wil ik als een keer proberen, dat heb ik nooit gehoord. Ja, straks maar eens een stukje in de pan gooien. Ja, ja, dat is heel goed. En als jij dan zo terugkijkt op, laten we zeggen, 40 jaar bijna. Ja, ja, of bijna 50 zelfs. In 1973 is het winkelcentrum geopend. Maar wat is dan voor jou, kan je nog eens een hoogtepunt herinneren van bijvoorbeeld in de jaren 80, dit gekkigheid of... Wat ik pas nog aangehaald heb tegen iemand, koopavonden. Oh ja. Nergens was nog koopavond, in heel Middelburg niet. En wij hadden hier vrijdagavond koopavond. En dan lachten we ons helemaal gek. Zo druk. Dat we dan op een avond omzetten, dat was niet normaal. Ja. Maar heel veel ondernemers uit de stad was voor hun ideaal, een koopavond. Kwamen hier in Douwendaal een boodschap. Zelf, ja, ja. En natuurlijk, ja, mensen die met z'n tweeën werkten. Ja, was ideaal te kopen aan. Dus dan kijk je zo een stukje muziek soms, of Sinterklaas liep Sinterklaas rond. Ja. Ja. Nou ja, je kan in ieder geval terugblikken op een mooie lange periode al. En je gaat gewoon nog lekker door, dus... Ja, mevrouw wil me nog helemaal niet thuis hebben, joh.
Nee. Maar die is niet betrokken in de winkel, of wel? Nee. Die heeft altijd in het onderwijs gewerkt en die is sinds vorig jaar met pensioen. Ja, precies. En die denkt, nou, die blijf maar lekker even hakken met dat beltje. Dat is heel goed. Hey, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. David Brouwer, nou, hier ben ik wel een beetje verbaasd over. Hè? Je was van met pensioen. Ja. En nu tref ik jou in de slagerij in Douwendalen. Is dat een soort hobby? Een soort hobby? Ja. En het is een versterking van het team. Ja. Ja, ik hoorde het net al dat je al eens een keer had ingevallen. En, ja, inderdaad. Maar ik vind het mooi om te zien. En is dat voor jou ook toch een beetje nog de feeling houden met het vak? Uiteraard, want je ziet nog wat planten en hier heb je een praatje. Ja. Goed, op zich, het is goed aan, dus vooruit. Ja, nou, ik vind het mooi om te zien. En maar Natasja, hoe lang werk jij al in de winkel? In totaal 20 jaar. Zo, dat is ook al een mijlpaal. Ja, wel een paar keer weg geweest, maar kom weer terug. Als een soort boemerang. Ja, en ben jij een Douwendaalse dame of een Middelburgse dame? Ik kom uit Iezeken. Uit Iezeken? Ik kom speciaal vooraf, kom ik elke drie keer in de week naar hier. Ja, fantastisch. Ja, hè? Ja, ik denk eentje is al genoeg. Ja, ik kom hier iedere week even. Ja? Ja. Woon jij ook in Douwendalen? Nee, zij. Kijk. Ja. Bij zijn vader, daar kwam jij, was jij ook klant. Ja. Het is altijd goed geweest, dus ja. Ja, nou ja, ik blijf je terugkomen, denk ik. Ja, nou. Het helpt altijd als je... met zijn mesjes dan. Hij is je geworden. Ja. Ja, dat heb ik al. Ja. Oh ja. Fijne dag. Tot ziens. Doeg.